Jongens, de kerstboom staat weer. Ruben heeft me dus de hele tijd verzorgd. Donker, hè? Dit doe ik vanaf mijn hele gezicht. Ik vind het wel echt heel leuk. Wij verveelden ons, dus wij zijn naar de McDonald's gereden voor sokken. Oké, okay. Oh. Met roomkaas of zo, maar het ziet er zo lekker uit. Ik ga jullie zo missen. Geest van het verleden en het heden. Ik kan mijn lippen bijna niet bewegen. Het is de laatste schooldag. Kijk hoe gezellig. Ik heb er echt zin in. Oké, jongens. Klaar. Het valt nog mee, trouwens. Goedemorgen allemaal, welkom bij een nieuwe weekvlog. Ik moet even mijn haar doen. Ik moet eventjes heel erg veel doen, want ik ben natuurlijk donderdag en vrijdag niet op school geweest. Zaterdag, zondag, logisch, maar ik ben er even uit. Dus alles wat ik op vrijdag doe, moet ik nu even snel doen. Dus ik ben ook wat eerder. En ja, dat was het. Welkom. Jongens, kerstboom opzetten. Jongens, de kerstboom staat weer. Zelfs als vorig jaar. Ik vind hem echt super mooi. Ik wil alleen nog één roze eigenlijk erbij. En er liggen daar nog ballen en die mogen de kinderen straks nog eventjes erin gaan hangen. Jongens, kijk wat een coole tractatie. Er zitten dus Lego blok snoepjes in. En dan ligt even een stokje. Kijk, vet cool. Ik weet niet wat het is. Ik denk van Minecraft of zo. Super leuk. Hi jongens. Oh, deze broken echt niet. Ik werd dus heel erg ongesteld op mijn werk. Rond 12 uur. Maar echt, ik ben echt heel heftig 1 dag in de maand ongesteld. Toen kwam ik thuis, werd ik echt gek. Maar Ruben heeft me dus de hele tijd verzorgd. Waarschijnlijk denken mensen echt, die gaan uit elkaar. Maar wij vinden elkaar dus gewoon nog leuk. Maar dat had ik dus al uitgelegd. Dus het is hier gewoon gezellig. Dat maakt het straks ook extra moeilijk. Maar hij had bouillon voor me gemaakt. Toen had hij koekjes gegeven. Dat doet hij normaal niet hoor. Alleen als het echt nodig is, zoals ongesteld. Ik bedoel meer van, hij gaat me normaal geen koekjes voeren, want dat is niet goed voor me. Maar, en chocola. En kuitmassage. Massage. Hi jongens, wij hebben lekker de hele avond film gekeken en zijn bezig met orders. En een heel leuk meisje die echt al heel lang contact zeg maar, met mij heeft via Komma. Die heeft nu voor de verjaardag echt een mega order besteld. Dus ik heb er een haarband bij gedaan. En we zijn nu aan het inpakken. Ik doe er leuke kerstballetjes bij, een zuurstokje. En ik ga er een leuk verjaardagskaartje voor erbij doen. Maar kijken hoe een mega doos. Goedemorgen jongens. Het is nu dus woensdagochtend. Ik heb echt deze opnieuw gekocht na heel lang. Dit is echt. Ik kocht deze omdat die van de balm op was. En deze wat goedkoper was. Zie je? Hij is echt. Nou ja, ik schraap hier nog wat uit. Maar nu heb ik dus een nieuwe. En die ziet er net anders uit. Zoek de verschillen. En kijk de achterkant ook. Dus ik hoop zo dat de kleur nog hetzelfde is. Want deze was echt amazing. De Hoola Bronzer is wat warmer. Die gebruik ik nu voor contour. Omdat Lotte dat bij mij deed. Volgens mij is hij wel hetzelfde. Wow, hij lijkt echt super donker. Ja, hij lijkt wel hetzelfde. Donker, hè? Dit doe ik gewoon over mijn hele gezicht. Niet heel dik of zo. Maar wel even mijn kwast erin en hop. Ja, hij is dus gewoon echt heel mooi mat. En een beetje koel en warm tegelijk. Nou, ik ben er heel blij mee. Ik weet niet meer waar ik hem heb besteld, maar ik heb er meteen 2 besteld. Het kost echt maar €6, dus dat valt echt heel erg mee. Volgens mij is hij normaal nog eigenlijk goedkoper, maar komt hij uit Engeland of zo. Ik heb helemaal mijn allermooiste kerstbal, de roze donut, meegenomen. Helemaal voorzichtig gedaan. En hij hing niet recht, dus ik draai hem zo op mijn vinger en hij viel. Zo jammer. Hij had hier zo mooi gestaan. Kijk, we zijn lekker deze placemats aan het maken. Net tenminste, voor de kerstviering. Kerstje en ik eet. Ik heb havermout gegeten, een kiwi en nu dit. Hallo jongens, ik ben thuis en ik heb een pakket van ASOS waar ik weer een keer heb besteld. En van Chiquelle en dat ligt hier. Maar ik was een beetje dom, want er stonden geen materialen bij. Zo waagde ik de gok, maar volgens mij zit overal wol of mohair in. En ik kan niet zo goed tegen kriebel. Maar ik ga nu die van ASOS openmaken, die van Chiquelle. Als het leuk is van ASOS, dan ga ik misschien wel morgen een video maken. Dan heb ik weer een keer een video. Door de doos vallen, hè? Jezus. Dit ga ik echt missen met Bobby. Pakjes uitpakken. Deze. Hij is of heel leuk of heel kinderachtig. Ik heb ook 2 paar schoenen. Omdat ik die zwarte nu heel veel draag. Oh ja, deze lijkt me echt super leuk. Alleen hij is waarschijnlijk te klein, maar ze hadden geen grotere maat. Oeh, het ziet er wel allemaal echt heel erg leuk uit. Leuke dingen. Hoi. Bobby?
Bobby is een hele leuke kat en hij komt nooit knuffelen. Dat is wel jammer. Kijk, ik dacht de laatste tijd heeft die zwarte schoenen. En toen dacht ik, hé, ik vind het bordeaux vind ik ook wel lachen. Je ziet ook echt mijn hakje aan. Dat is echt een kakkerschoen. Wat vind jij, Bobs? Bobby, wat vind jij? Oeh, ik heb ook deze. Ik vind het toch wel heel cool. Het is wel alleen weer zo'n zwart schoentje en weer met zilveren details en weer met deze dingetjes. Maar ik vind het wel leuk. Daar staan mijn andere, maar ik ben te lui om ze te laten zien. Die heb ik al best wel vaak op Insta foto's laten zien. Oh, ik vind het wel echt heel leuk. Ik ga morgen even rustig kijken met daglicht, maar love dit. Dit is een beetje een ander steltje. Ik vind het wel leuk. Oké, alles is leuk en alles lijkt goed. Eentje na die strak, maar allemaal echt waar ik van hou qua model en zo. Ook die trui. Maar ik ga het morgen passen, want ik ben nu gesloopt. Plus het is nu toch geen licht. Het lijkt me eigenlijk wel leuk om er video over te maken. Misschien die 4 Chiquel truien en ASOS. Dat heb ik ook weer eens gezellig een video. En ik ga morgen sowieso in Muiden even filmen. Voor ik met Linda komt morgen, gaan we allemaal dingen weggooien en uitzoeken. Ik heb nu alles de Sony doos liggen met eronder de zak die erbij hoort en erop het kledingstuk. Alleen het is wel een beetje gedoe om dit helemaal mee te nemen naar Muiden. Maar dan kan ik het eventueel ook daarna meteen, weet je, als ik het hou moet het toch daarheen. En dan kan ik het ook daarna meteen terugbrengen. Want daar rijd ik langs het postkantoor, dus dat is wel chill. Maar dit is echt €320 en het is echt niet de bedoeling dat ik alles ga houden, zeker niet. De laatste keer dat ik echt veel besteld was echt... met zomerdingen. Maar ik was even vergeten dat ASOS eigenlijk mijn nieuwe lievelingswinkel is. Ik vind dit eigenlijk zo'n leuke webshop. En ik merk dat ik eigen merk nog het allerleukste vind bij ASOS. Ik vind het echt een hele leuke winkel. Het is wel allemaal ongeveer €40 per trui. Daarom kan ik ook niet alles houden. Maar het is zo leuk. Dus ik heb echt zin om het lekker te passen. En ik ben nu dus 4 dagen weer vrij. Ik weet niet of ik dat al had verteld. Maar volgende week donderdag is het kerst. Dus dan wilde ik graag werken. Dus ik heb geruild met mijn collega, met mijn duo. Dus hij werkt voor mij deze vrijdag en ik voor hem volgende week donderdag. Dus ik heb weer 4 dagen vrij. Dus kan ik ook even zorgen dat mijn huis helemaal klaar is. En ik ga nu trouwens vanavond mijn eerste verhuisvlog editen en morgen online zetten, denk ik. Het is wel spannend. Er waren al een paar niet zo aardige reacties. Dat ik eigenlijk niet verwacht dat mensen onaardig zouden doen. Maar goed, ik ben benieuwd. Wij verveelden ons, dus wij zijn naar de McDonald's gereden. Gewoon lekker zo, in Diemen. Voor sokken, met de app. En toen hadden ze het niet. En toen gingen we... bij de IKEA bellen en daar zeiden ze, we hebben er nog iets van 100. Dus gingen we er heel snel heen. En toen kregen we allebei een paar sokken. Ze zijn echt super lelijk, maar we verveelden ons. Dus dit was ons doel. Mijn doel eigenlijk. Yay! Laat even weten of jij deze ook gehaald hebt of dat je ze wilde halen. Wow, uitgeput. Want ik vroeg net op Insta en 50% tot nu toe zegt dat ze ze ook gehaald hebben. Dit is de leukste manier om thuis te komen. Hi! Het is echt zo'n mesje met kittens. Waar is die rode? Hey! Ik zie niet wat hij doet. Wem! Wacht, staan de kijkers of ze Wem weten? Toen moest ik huilen. Sas. Bobby. Er zijn genoeg tips. Als het nu niet weten, dan weten ze wel. Niet. Wem! Waar is je grote... Oh. Waar is je rode broer? Kijk jongens, ik heb ze maar... Het zit echt niet lekker, want zeg maar deze naden zijn echt naden. Dus daar snijdt het heel erg. Kijk. Maar... Ik vind het groen trouwens verschrikkelijke kleur. Maar ik vond het gewoon, we verveelden ons. Dus het was een leuk doel om deze te halen. Jongens, onze sterrenbeeldkettingen zijn er. Superleuk, kijk. Taurus, dat ben ik. Superleuk verpakking. Stubborn and always right. April 20 to May 20. Stainless steel zijn ze. Super mooi muntje weer met een soort 3D. Echt heel tof. Deze vindt het ook weer leuk. Ze hebben ook weer een aantal sieraden aangevuld. Dus dat is ook fijn. En deze loopt altijd in de weg. Bobby. Oeh, deze is ook heel cool. Dit is met fur. En een magnetische sluiting. Oké. Oh. Oeps. Ik wou zeggen, ik heb me opgemaakt. Ben ik een beetje te bruin? Denk het. Want ik ga zo naar Muiden, want daar staan mijn spullen voor de gift guide video. En ik heb mijn ASOS kledingdoos ook gisteren pas in de auto gezet toen we naar de Mackie reden. Dus dat ga ik ook filmen als ik tijd heb, want het wordt natuurlijk om 4 uur al donker. En om 5:30 is Lin hier. En dan moet het ook een beetje netjes zijn, anders kunnen we helemaal niks doen. En ik moet voor Topic Hair Fibers iets doen voor Insta. Ik weet niet wat er met mijn gezicht is. Ik heb hier dus een puis, maar dat vind ik nooit erg, want het lijkt net een moedervlek. En ik wilde eigenlijk vroeger altijd graag een moedervlek daar, dus ik vind het prima. Allemaal appjes en dingen. Oké, ik ga nu even mijn haar drogen. Want dit is dus echt al 4 uur geleden gewassen en nog steeds helemaal nat.
Oeh, moedervlek. Dat is het leven van iemand met veel haar. Vormige ogen. Hartvormige ogen. Wat stress. Hallo. Weet ik echt nog niet. Ik ga nu filmen. Wat ik wil zeggen. Dit is allemaal best wel erg stress. Ik ga nu alles klaarzetten. Ik heb mijn sterrenbody hieronder aan. Ja. Heel niet ideaal hoor. Dit. Het is echt lekker om van in je huis te filmen. Niet hierheen te rijden. En ik heb de hele doos getild. En dat is een drama. Maar het valt allemaal mee. Maar voor mij een drama. Jullie kennen me. Ik heb net even iets nieuws geprobeerd, namelijk via mijn camera een story te maken. En die ga ik dan knippen en plakken, want het gaat dan voor één story. Maar ik vind het echt veel chiller om heel veel stories te plaatsen. Dat vind ik altijd zo stom met samenwerkingen. Ik doe er meestal ook meer, maar dat moet eigenlijk niet. Dit is echt wel zo'n chill product, maar ik hoef het er ook niet in mijn vlog af te hebben. Schrijf naar mijn Insta om dat te zien. Nu is het al best wel donker. Ik heb dus alleen die campagne video gemaakt. En het is echt al best wel laat en mijn geheugen is vol en alles en de camera is heet. Het is al 4 uur, dus ik ga nu snel... Ik krijg een appje of het al gelukt is met de campagne dingen die ik dus nu net heb gedaan. Even pakketjes van Comhal wegbrengen, H&M pakket naar de supermarkt, dat is dan naar huis en dan komt Lin zo al. Oké, ik ben net thuis en Lin en Frans kunnen hier op het moment zijn. Lin en ik gaan vanavond, ik weet niet of ik dat gezegd had, wij gaan dus een beetje opruimen, want ik denk nu dat ik verhuisd ben, maar er ligt nog allemaal troep van mij in het huis. Dus gaat ze mij helpen uitzoeken en een beetje weggooien. En Ruben zouden naar Frans gaan, maar nu komt Frans mee en dan komen ze even hier eten en dan gaan zij daarna nog een koekje pakken. En Lin en ik gaan sushi eten en zij gaan een pizza eten, dus ze kunnen zo komen. En ik had een pakketje van Bobby Brown, 2 pakketten, want de vorige keer was het er niet gekomen. Dus we hebben nu 2 in 1 en dit is ook meteen de laatste keer. Ik schrijf het wel, ik wacht tot ze komen, even snel kijken wat het is. Bobby Brown Extra Illuminating Moisture Balm, dat klinkt heel chill. En highlighting powder. Een Skin Weightless Powder Foundation. Bronzing Powder. Glow Stick. Lip Pencil. Veel zeg. High Shimmer Lip Gloss. Dat is altijd goed. En een Lip Color. Ik ben benieuwd. Deze is in de kleur Naked Plum. En hij lijkt heel erg op de gloss die ik gebruik. Maar dan iets donkerder met een glitter erin. Dus hier ben ik zo benieuwd naar. Want denk ik gaat dit mijn nieuwe fave worden voor de feestdagen. Want ik hou van hun gloss. Ik heb hem nu net weer op. Ik heb hem altijd op. Ja, ik krijg ook altijd complimentjes over. Het staat natuurlijk. Ik krijg altijd compliment van, wat staat lipgloss goed bij jouw lippen. Het is een beetje minty. Het is stevig, maar het plakt niet en blijft heel goed zitten. Ik ben benieuwd naar deze. Dit is de glow stick. Het is wel een beetje party. Mooi. Oké, ik ga de producten nog even later bekijken, want ik kreeg snee, mijn vinger ging weer opnieuw open. Maar normaal denk ik echt bij best wel veel producten, oké, dit kan ik weggeven, want ik ga het niet echt gebruiken en een zonde. Maar nu zijn het allemaal producten die ik dus chill vind. Alleen de lipstick is rood met de lip liner, die is ook rood, dus dat geef ik dan weg, want dat gebruik ik gewoon niet. Maar het poeder is een bronzer zonder glitter, wat ik top vind. Dit is een hele goede kleur foundation poeder. De highlighter is heel mooi. De crème is heel mooi, met een mooie glans. Dus alles is top, dus daar kom ik nog even op terug. Kijk hoe lekker. Het is altijd leuk als je sushi met iemand anders eet, want Lin heeft dus dit. Het is met roomkaas of zo, maar het ziet er zo lekker uit. En we hebben dit. Het is nog wel beschaafd op zich. En de mannen komen zo erbij met pizza. De katten zijn dus zo blij dat de stoelen weer terug zijn. Ze liggen de hele dag met z'n tweeën. Zo schattig. Hey. Hey. Iemand vraagt trouwens wat dit is, maar dit is het klepje van mijn... Hé, hey, lekker rollen, lekker liggen. Jij, je bent ook lief. Jij bent ook lief. Oh, je doet dat zo schattig. Je bent de seducer. Ik ben even aan het werken aan campagnevideo's en heel lui aan het doen. Nootje. Nootje frikandootje. Gaan jullie zo missen? Bobby. Bobby. Oh, Fluff. Oh, Fluffy. Oh, je bent zo lief. Mm. Oh, Fluffjes. Oh, Fluffy. Jeetje. Wat schattig dit. Is toch niet normaal? Nee, ga niet mijn hand pakken, Noah. Die nooit speelt, alleen soms. Wij zijn even orders aan het maken en ik had nog even tijd over. Dus ik dacht, ik stuur Lot even een pakketje op. Deze oorbelletjes.
met deze ketting van Stainless Steel. Een gele scrunchie. Ja, even denken of ik dat leuk vind. Misschien een donkerder kleur en een headband. Even kijken. Misschien een andere kleur. Misschien een groene. Ik weet het niet, ik weet het niet, ik weet het niet. Dit vind ik ook leuk bij Lot, maar ik weet niet of ze ervan houdt. Dat vind ik een beetje lastig. Ik doe wel geel. Maar vindt ze geel wel een leuke kleur. Maar het staat niet echt mooi bij de gouden sieraden. Ik eet een roerei. Twee roereieren. Met een beetje gerookte zalm. En een boterham. Eieren. Dit is mijn ontbijt. Hier is een kitten die heel graag wil spelen. Hier maak ik me op. En daar zit een jongen. Goedemorgen jongens, wij zitten in de auto. We gaan op weg naar een heel leuk soort van kerstmarkt, iets van Charles Dickens. En er is alleen een probleem en dat is dus dat mijn zwarte broek kwijt is. En dat alles in Muiden ligt. Dus ik heb nu een jurkje van Kom wel aangedaan, maar die wil ik vandaag niet aan. Dat is het enige wat ik nog had. Dus we gaan nu naar Muiden. En daar ga ik even kleding zoeken en aandoen. En dan kunnen we verder. Oké, de broek is nergens te bekennen, maar ik heb nu wel een heel leuk blouse van Kom wel aangedaan. Want mijn rokje lag gelukkig in de auto. Dus ik heb nu zo'n zwart rokje. Het is een nieuw blouseje. Het is best wel hoogwaardige kwaliteit. Het is van, hoe noem je dat? Lyocell. Het is een heel zacht, stevig stofje. Nu zien jullie straks nog even. Nu op naar Deventer. We zijn nu binnen. We zijn hier nu, maar het is, wat we nu zien is dit. De geesten van het verleden en het heden. Wie daar? Wat? Oh, ja. Yeah. Iemand die daar uit het raam aan zit. Snap je? Ja. Het is wel grappig, want er lopen hier dus allemaal mensen in klederdracht, zeg maar, waardoor je een beetje voelt dat je echt in die tijd bent. En wat is dit dan? Nou, kabinet of zo, museum. Ah. Hier zijn allemaal schapen, maar een vrouw duwde net de schaap echt zo hard hier naartoe. Ja, maar waarom zijn ze hier, zeg maar? Om af en toe eentje mee over de weg te lopen, volgens mij. Het hoort bij de scène. We waren even naar binnen gelopen bij de Shoei omdat ze het zo koud hadden. En dit was 60% korting. Dat is toch leuk, maar het ziet er echt niet uit. Kijk, maakt echt super dik. Dit is trouwens een blouseje ook, moet ik echt strijken. Hij is lekker oversized. Ik heb hem in een L. Van achter is hij best wel lang. Super leuk. Ik kan hem nog dicht doen. Het is heel chill. Leuk. Deze kettingen zijn ook leuk. We moeten gewoon weer terug de weg terug, toch? Ja, je ziet. Zien jullie dit? Ik kan mijn lippen bijna niet meer bewegen. Het is zo koud. We hebben echt naar de auto gelopen. Echt van ons leven hangt er van af. Ik voel mijn gezicht niet meer. Het staat wel mooi. Daar heb je heel erg rimpels. Autospad 6. Waarom moest jij ooit naar Autospad 6? Ik weet niet. Jongens, de kou is heel intens. Niet normaal. Niet normaal, hè? We zijn echt helemaal bevroren. Goedemorgen allemaal, welkom bij een nieuwe weekvlog. Ik ga naar mijn werk. Ik ben een beetje op tijd vandaag, want ik heb donderdag en vrijdag niet gewerkt. Dus ik moet altijd even de taakjes, de hulpjes, de doelen allemaal nog doen. Wat ik normaal was op vrijdag doe. Deze week werk ik de hele week, want ik had dus geruild dat ik deze donderdag bij kerst aanwezig ben. En daardoor was ik afgelopen vrijdag vrij. En vrijdag hebben we studiedag, maar dan is het dus een hele week werken. Ik kon weer echt niet te slapen vallen. Het was veel te druk in mijn hoofd. Dus ik heb echt maar 6 uur geslapen. Maar we gaan er weer voor. Mutsje op, jas aan en go. Hallo jongens. Had ik nou verteld of was dat op Instagram? Nee, ik had dus heel goed gegeten vandaag. Ik had vandaag wat anders geprobeerd. Namelijk 2 stevige broodjes met daarop 1 plank 30 plus kaas als lunch. Dat vult wel goed. En als ontbijt een beetje havermout en verder alleen fruit. Maar toen had ik dus een stukje van mijn Tony-reep gegeten die ik had gekregen. 50 gram. En dat was dus iets van 14 punten. Dus nu mag ik dus niks meer eten vandaag. Echt zo irritant. Maar ik moet er even inkomen. Dus toen ging ik groentesoep maken. En ik had echt geen zin om weer naar de appie te gaan. Maar toen had een collega geld vergeten en ze wel een brood halen. Toen zei ik, oké, gaan we nu allebei weg. En dan haal ik een brood voor je. En dan ga ik wel soepdingen maken. Dus dit is allemaal voor soep. Ik doe er wel een beetje linzen in. Ze zeggen dus dat het 0 punt is, wat ik wel raar vind. Maar anders ga ik echt honger krijgen. Maar dit gaat er in de soep. Dit is onze soep. Robin is altijd soep. Kan jij roeren? Ik wil even aan de mensen laten zien hoe de soep eruit ziet. Oeh, lekker. Jij hebt
Dit wil ik dus. Dat is precies... Nee, die zwam wil ik. Kijk hoeveel. Oh. Huh, echt? Ja, heb ik echt niet expres gedaan. Je hebt echt. Dat is precies wat ik wilde. Oh, dan moet je even eentje aan jou geven. Ja. Of twee. Drie. Lekker. Nu jou wil bekijken. Kijk maar. Heb ik echt niet expres gedaan? Je hebt juist alles expres. Nee. Huh? Eén. Je hebt geen één zwam? Nee. Pak even mijn zwam eruit. Oh, die slijmerig is lekker. Een hele grote net. Nee, die wil ik ook niet. Nee, dat is de lekkerste. Daar is er één van. Ik heb deze. Zo gierig. Die heb jij al aan je hond. Die is zo vies. Dat is een snikkel. Ruben. Lekker. Wij gaan het pak van mijn hart kijken. Kijk snel. Jeetje, Mina. Wow. Hallo jongens, ik heb weer een hele oude trui aan. Die ik weer even had herontdekken doordat ik mijn doos had ingepakt. Van Chanel. Deze is net een beetje kort, maar is van de Primark. Deze is trouwens echt goede kwaliteit. Ik ben thuis, het is 4:15 of zo. Er zijn heel veel leuke nieuwe sieraden binnen. Rup zit hier aan school te werken, dus ik zit even te twijfelen of ik nu even naar Muiden ga. Want ik had nog mijn hele matras gewassen en zo. Dus het ligt nu allemaal in zooi. En dan kan ik het even erop doen en kan hij rustig leren of zo. Dat moet toch gebeuren? We hebben dus heel veel nieuwe sieraden. Ik ga het even snel laten zien. Ik laat het nu niet heel goed zien ofzo. Allemaal parties. Deze zijn ook heel leuk. Deze zijn echt heftig. Best wel zwaar. Deze. Maar wat opvallendere. Deze heet Santa's Wife. Allemaal echte eyecatchers. En ik heb er nog meer in die zak. Dus ik ben nu even aan het sorteren. En alles waar ik nog een foto van wil maken, leg ik even apart. Dat mag je echt geen mensen vertellen hoor. Je gaat het boeien nooit meer vinden. Jongens, ik ben dus nu thuis. Oh, mijn cup is eraf. Oh, het ziet er nog best oké uit. Het is dus al 9:30 geweest, maar ik wou dus nog wat eten. Ik kan dus echt niet tegen kikkererwten en linzen, want ik wou nog een kommetje van die soep nemen, maar het kan echt niet, want ik loop nu al de hele dag zo vies te puffen. Maar Ruben die ging dus helemaal, die zegt je mag geen soep meer, want het is niet normaal de geur. Ik denk dus dat ik echt allergisch ben. Ik had het opgezocht, hoe dat heet. Het is een soort koolhydraat die niet makkelijk verteerbaar is, die zit in bonen en zo. Hey jongens, goedemorgen. Ik heb mijn Zerrebeeldketting om, dat is hier. En deze zijn nieuw. Ze lijken op eentje die we al hadden, maar deze heet de Holy Chic. Ze zijn wat ovaalvormiger, superleuk. En vet grappig, Jimmy is mijn vriendin van de middelbare school met wie ik vaak afspreek met Shanna erbij. Haar moeder is dus ook juf en zij was gestopt met werken. En nu is ze dus echt net pas gestopt en nu is ze dus besloten om invalleerkracht te worden. Maar haar vaste school is zeg maar de school waar ik werk. Dus als er bijvoorbeeld geen zieke is in een van de scholen waar zij dan voor invalt, dan is ze ook hier. Dus gisteren was zij toevallig in de andere groep 4. Ze hebben best wel dicht met haar gewerkt. Best wel grappig is. En Jimmy woont nu dus helemaal in Deventer. Best wel ver. Dus dat is super grappig dat ik nu dan met haar moeder werk. En vandaag zat ze er weer. Ik zo, ben je er weer? Want er was dus niemand ziek. Dus zit ze gewoon hier en dan kan ze hier gewoon andere taken doen en zo. Werkbaangarantie heet dat. Maar dat is toch super grappig dat je dus gewoon met de moeder van een van je, nou ja, van je goede vriendinnen zeg maar werkt. Dat vind ik wel super grappig. En we hebben nu ook zwarte scrunchies eindelijk in de webshop. Ik moet nog even mijn haar doen. En dan komen zo de kids. Hallo jongens, ik ben weer thuis. Ruben komt ook net thuis. Die was een dagje werken bij een vriend. En ik heb echt bijna niks gedaan aan werktijd. Ik heb met collega's gekletst, maar dat is ook wel eens leuk. Nu ga ik even, nu het toch nog een beetje licht is, mijn sieraden even fotograferen voor de website. En willen daarna heel even naar de IKEA en daarna naar de zonnebank. Dan denk je misschien waarom, maar ik ben nu heel rood en verhit. Maar ik vind het lekker om het kleurtje bij te houden. Maar over 1,5 uur komt er iemand winterbanden halen. Dus dat is niet zo handig. Dus even kijken of ik alleen ga of dat we daarna gaan of dat we niet gaan. Ik laat ze ook even aan jullie zien. Bobby, ik vind je met alles te mengen. Eigenlijk wel, want ik vind het super leuk. Waar ben je? Daar. Papi. Oh, Fluff. En deze. Deze vind ik echt zo awesome. En ze maar €10. Deze doet me echt denken aan Titanic of zo.
Oh, deze is echt heel erg mooi, zeg. En heel licht. Wow. En deze. Oeh, pretty. Kijk hoe cute. Leuk zijn deze. Het zijn gewoon oorstekers. Santa's wife. Hoe cool zijn deze? Ik match je natuurlijk totaal verkeerd met deze trui. Gaaf, hè? En deze. 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 Wat kleiner. Ik heb natuurlijk heel veel kleine dingen op de webshop. Dus ik heb hier vooral eyecatchers. Maar ik vond deze ook wel echt leuk voor de feestdagen. Goedemorgen allemaal. Het is de laatste schooldag. Kijk hoe gezellig. Een afstandsbediening van het licht deed niet. Dus ik heb even die van een collega gebruikt. Blijkbaar lag het dus aan de afstandsbediening en niet aan mijn licht. Dus dit was de eerste dag dat we in het donker zitten. Maar kijk hoe gezellig. En door de open haard. Toch wat licht. Super cute. Laatste dag bij me, morgen wel studiedag. Vanavond kerstdiner. Ik hoop dat ik mijn monkey jumpsuit aan ga doen. Dat ik hem leuk vind staan. Ik heb deze vandaag in. Lekker party. Verder ben ik weer heel saai en basic. Maar... zwart kan wel met kerst, toch? Oké, jongens, het is 3:10 en ik heb en op pauze gevierd en mijn hele kerstviering, kerstdiner al klaargezet. Met de kinderen hadden we echt super veel gedaan. Echt tegen op 4 kunnen ze al zoveel zelf, dus dat is echt super chill. En om over 2 uur wil ik hier echt weer zijn. Ik wil nog douchen en ik moet langs Muiden om daar mijn kleding te halen. En zo ziet het er nu uit. Straks gaat het licht uit, kaarsjes aan en dan is het echt super gezellig. Open haartje erbij. Ik heb er echt zin in. En ze hebben zelf gemaakte placemats. Oké, ik ben nu thuis. Ik vind het natuurlijk wel gewoon leuk om er leuk uit te zien. En ik woon natuurlijk dicht bij school, dus daarom ging ik lekker naar huis en ik was klaar. Ik kan eerst doen eens even kijken van oké, wat ik in gedachten had, kan ik dat inderdaad aan? Ja, het staat leuk. Nu gaan we kijken of die schoenen er inderdaad bij staan. Vroeger ging ik dan eerst me klaarmaken en dan kleding. Maar als je dan een kledingcrisis krijgt, ben je weer helemaal bezweet en alles. En dat is echt een drama. Dus dat ik nu dus eerst de outfit klaarleggen. De meesten zullen dat waarschijnlijk de dag ervoor wel doen. Maar goed, even de schoenen. Deze. En dan lekker douchen, dan weet ik straks precies in 1 keer wat ik aan kan trekken. Ingezoomd of zo. Nou, zoals jullie kunnen zien, zie ik er echt niet uit. Collega's zeiden ook al, wat is er met jouw haar aan de hand? Nou, dit is dus mijn haar als ik het niet gesteld heb. Echt verschrikkelijk. Mensen zagen vanochtend van achter niet eens dat ik het was, omdat het zo pluizig en grijs was. Ik ben echt, ik heb heel weinig geslapen deze week, dus ik heb een hele bolle kop. Maar goed. Wel weer gezond gedaan. Ja, deze zijn leuk erbij. Oké. Tof. Want bij die andere jumpsuit vond ik ze niet mooi. Maar deze zijn ze heel vet. Lijkt zilver, maar het is goud. Dit is allemaal. Deze oorbellen gaan er natuurlijk niet bij. Gouden oorbellen. Sieraden erbij straks. Dat doe ik wel gewoon na douchen. Leuke scrunchie. En ja, top. Ik heb nu nog... even kijken. Over 1,5 uur moet ik weg. Dus dat is echt super chill. Oké, jongens, klaar! Zo blij dat ik altijd sieraden heb nu door mijn webshop. Zo ziet het eruit. Ik heb een panty eronder. Maar je ziet hem gelukkig niet. En het is nu 5 uur. 4:45 is inloop, dus ik ga snel. Doei! Oké, het kerstdiner is begonnen en ze zijn weer even helemaal stil. Ik ben hier dus nu met mijn duo, die dus op donderdag werkt. Dus we zijn voor het eerst met z'n tweeën, wat echt heel gezellig is. En ik kan natuurlijk niet te veel laten zien. Geen handjes. Kijk. Heerlijk. En ik ga nu even het eten laten zien. Dus jullie blijven nog even stil. Super lekker. Echt, ze hebben zo erg hun best gedaan. Heerlijk. En ik ben weer thuis. Het was zo leuk. In groep 3 ging ik zeg maar elke middag breng je de kinderen naar beneden. En zie je de ouders elke dag. En in groep 4 gaan ze zelf naar beneden. Dus ik zie de ouders veel minder. Had ik ook best wel een beetje... Het is aan de ene kant wel lekker, het scheelt heel veel tijd, maar het is ook wel, ik mis het wel een beetje. Dus het was zo leuk om nu even alle ouders te zien. Goede sfeer. Dit zijn trouwens dus hele leuke nieuwe oorbellen. Van Komma. Deze stond echt heel leuk. Ik had er maar eentje om gedaan. Super cute. Deze was dus van de monkey. En mijn schoenen. Die ik dus echt bijna nooit aan heb, maar als ik ze aan heb. Echt super. En, oh ja, ik had een nieuwe hotspot armbandje om. Zo mooi. Dus. Dan heb je dus helemaal mooi gemaakt voor 2 uurtjes. Een collega vroeg ook, ga je nu nog stappen of zo? Zonde, dus mijn make-up vet mooi voor... Moet ik het er nu weer afhalen. Het zit wel goed. En ik heb allemaal lekker eten mee. Ik heb een heel toetje. Mijn duo had hier echt 3 van gegeten. Die vond ze heel lekker. En ik heb een heel lief cadeautje gehad. Met lieve woorden erbij. Heel fijn.
En we hebben nog noedels mee en zo. En allemaal eten. Dus geen voedselverspilling. Ik zit even te kijken naar hoe goed dit eruit ziet. Katten hebben ruzie. Nu gaat Ruben een drankje drinken. Ga ik lekker op de bank zitten. Komt er morgen een video online? Niet beloofd, dus ik hoef niet per se te editen. Morgen hebben we studiedag en dan is het dus vakantie. Ik vind dit denk ik echt de leukste schooldag. De donderdag van het kerstdiner. Want de dag zelf is echt heel gezellig. Eet je alleen maar gezellige dingen doen. En dat diner is... zo, het gaat heel snel voorbij, maar het is zo'n fijn moment. Echt het einde, zeg maar. Iedereen fijne feestdagen wensen. En iedereen even zien en zo. Is echt een heel fijn moment. Dus. En de kinderen zijn ook echt vet zelfstandig. Dus ze hebben gewoon op het einde helemaal zelf de tafel afgeruimd met z'n allen. Tafelloper eraf gehaald. Alles, de afwas in de bak gedaan. Dingen opgeruimd. Tafels weer goed gezet. Dus het lokaal ziet er gewoon weer uit alsof er nooit feest is geweest. En morgen ga ik even een beetje opruimen en de kerstboom aftuigen. En dan is het allemaal goed. Dus dat was het. Voor nu. Oh ja, en ik heb een zwart scrunchie in. En mijn haar is heel grijs weer. Want ik was vergeten de spoeling erin te doen. Nou, dat was het. Doei! Nou jongens, het is pas 2:15 en ik ben alweer thuis. En ik was nog vrij laat. Echt zo chill. Heel lekker dat ze ons die studiedag geven op vrijdag na het kerstdiner altijd. Maar dat had ik volgens mij gisteren al gezegd. Zo relaxed. Zo gezellig. En allemaal dingen kunnen doen. Kinderen hadden vorig jaar allemaal een dopper gekregen. Wij hebben er nu ook een. En ik heb een roze. Echt super blij. Ik heb lekker pesto mee van het kerstdiner. Ik dacht, kunnen we daar misschien nog pasta mee eten. En voor Ruben heb ik 2 stukken appeltaart meegenomen. En nu kan ik of video's gaan editen of, ik weet niet of ik dat kan, maar ik zou kunnen beslissen om lekker een middagdutje te gaan doen. Wat ik denk ik niet kan hoor, maar aangezien ik zo vermoeid ben en vanavond heb ik met Lynn afgesproken. We gaan geen wilde dingen doen ofzo, maar we hebben pas om 8:00 afgesproken, dus het wordt wel laat. Oh ja, ze hadden wel gelijk dat mijn highlighter nog wel aanwezig was. Sorry. Jeetje. Oh, er is ook regen en zo. In ieder geval, ik zou het kunnen doen, want ik denk dat ik helemaal geïnstort heb. Ik had liever nog tot langer doorgewerkt dan in één keer door moet ofzo. Dat heb ik altijd. Nu heb ik echt zo 6 uur nog. Nou, ik ga even kijken wat ik ga doen. Ik krijg complimentjes over mijn earrings. Ze zijn ook echt heel leuk. Deze ga ik ook naar Sarah opsturen trouwens. Samen met een rokje en nog ketting. Het is echt heel cute. Oké, ik voel me echt verrot. Ik heb geslapen, dus wat ik nooit doe. Echt heel lang in bed gelegen met Noah, heel schattig. En nu is het 7:30 geweest. En nu ga ik naar Lynn. Ik voel me echt niet lekker. Maar dat heb ik volgens mij heel vaak als de kerstvakantie gaat beginnen. Oké, het is nu 11:15. Ik ga er vandoor. Ik was uiteindelijk toch bij Lynn gaan chillen. Want ze zou gebracht worden, zo dat lukte niet. Dus toen ging ik haar ophalen. En dan zou ik weer met haar naar Muiden rijden. En dan weer terugbrengen naar Diemen. En dan van Diemen weer naar Weesbrei. Ze sloeg nergens op. Dus ik ben gewoon lekker bij haar gaan chillen. Lekker 4 uurtjes gekletst. Even 1 rood wijntje gedronken. Verder lekker thee. En nu ga ik weer naar huis. En Ruben is dan weer met Frans nu uit. Dus als ik nu thuis kom ben ik alleen. En dan ga ik gewoon lekker meteen slapen. Dus, was gezellig. Goedemorgen jongens. Wij voelen ons allemaal niet zo lekker vandaag. Ik ben even de dingen waar we het uitruimen die we besteld hebben. Maar kijk hoe mooi deze kleuren samen zijn. Je moet het even goed zien in het daglicht. Vet pretty. En had ik dit rek nou al laten zien met alle mooie party sieraden. Ik vind dat zo cool. Ze waren zo groot, dus ik dacht ik doe ze lekker hier in plaats van in de laadjes. Pretty. Jongens, kijk hoe mooi deze ketting is. Oké, ik zit nu in de auto. Ik ben echt heel sloom vandaag. Ik voel me dus niet zo lekker. Grappig, Lynn en ik hebben allebei keelpijn. Ik weet niet hoe dat kan, maar niet chill dus. Nu ga ik even verder filmen voor de verhuisvlog. Want ik ga nu even naar Ikea en zo. Niet heel boeiend, maar dat zie je in ieder geval weer in de verhuisvlog. Hallo jongens, het is vandaag zondag. En wij zijn, ik heb helemaal niks gefilmd, maar we waren vandaag al een tijdje op stap. We waren even naar Almere buiten. Nu was we naar de kapper, wat we laatst ook gingen doen. En ik ging eventjes naar de Vibra. Even handdoeken bij te halen van die roze die ik van Ruben had gekregen. Die werd trouwens van de Vibra. Die zijn echt super chill. Die grote hadden ze niet, maar ik heb wel washandjes en een kleintje. En zo'n echt een kleine voor je handen en je gezicht. En bij de Action geweest ga ik jullie nog wel even laten zien in de verhuisshoplog waarschijnlijk. Best wel wat leuke dingetjes. En wat hebben we nog meer gedaan? Bij de Jumbo geweest. Oh ja, ik heb voor de dinsdag is kerstdiner bij mijn ouders. En voor het eerst gaat iedereen iets maken.
Sorry, maar het trouwens echt niet uit. Het is net droog van het wassen. En wij gaan dus een cheesecake maken. Ik dacht, ja, we kunnen ook simpel iets doen of iets halen. Maar de vorige keer waren ze zo fan van die cheesecake. Alleen ik heb hem nu echt al 3 jaar niet gemaakt, denk ik. Dus waarschijnlijk gaan we vanavond naar Rups werk die samen maken. Dus dat is wel heel gezellig. Dan zal ik het wel even filmen. En hier is Rups trouwens. En die gaat nu zo werken. Oh ja, en ik ga naar de zonnebank. Want dit is poeder. En zelfs met poeder ben ik niet heel bruiner. Ik wil voor kerst echt even een kleurtje hebben. Dus dat is onze dag. Oké, jongens. Het is 6 uur. Oh, mijn horloge staat stil. Weet ik niet. Maar Rups is dan niet thuis. Maar ik dacht, ik ga even beginnen. Ik had sowieso hele lekkere groenten gemaakt. Met alleen maar groenten. Super gezond. Dat gaat hij zo ook lekker eten. En ik heb dus een zandkoekjesbodem voor de cheesecake. Maar niet zandkoekjes die ik kapot heb gemaakt. Want ten eerste vind ik dat niet zo handig. En ten tweede is dit nog verser natuurlijk. Dus deze mix met boter. En het is best wel een dikke laag. Want ik vind echt de bodem zo lekker in een taart. En ik weet de rest ook. Okay. Het valt nog mee trouwens. Dan ga ik dit in de oven doen. Maar ik ga even kijken hoe lang het precies moet. Want normaal is het 10 tot 15 minuten. Maar dan zijn de koekjes al ooit gaar geweest. En dit is nog helemaal rauw. Dus het zal wel eventjes moeten. En dit voelt echt heel lekker. En hier kunnen we nog meer zandkoekjes van maken. Nou jongens, waarschijnlijk is mijn hele cheesecake dus mislukt. Ik gebruik eigenlijk altijd de goedkoopste roomkaas. Ik dacht nu zelf een keer Monchou gebruiken. Toen dacht ik, ja, het scheelt gewoon €1 per ding. En je hebt echt 4 pakken nodig. Maar ik weet niet wat er is, maar mijn slag is gewoon zo dun als water. Ik dacht, ik zou het er niet ingooien. Morgen het goede kopen, want de bodem is wel goed. Maar ik ga het gewoon doen. Als het mislukt, dan ga ik wel een taart kopen. Want ik vind het, ik ga het echt niet nog een keer maken. En het kan bijna niet meer lukken, want het is zo dun. Ik weet niet hoe dit ooit nog dik kan worden. Echt niet leuk, want er zit ontzettend veel ingrediënten in. De bodem ziet er echt super mooi uit. Het was echt een ramp gisteren. Ik ben er echt veel te lang mee bezig geweest. Het ging helemaal mis en zo, maar uiteindelijk is hij gelukkig gelukt. Hij is wel echt enorm ingezakt en alles echt faal. Ik heb hem dus ook open gesneden, want ik moest gewoon weten of hij goed was. Hij is echt wel heel erg lekker. Dus op kerstdiner serveer ik het gewoon in taartpunt. Maar het is voor 10 personen. Het zijn wel kleine stukjes dus. Misschien moet ik er nog ijs bij doen of zo. Om het een beetje mooier te maken. I don't know, dat gaan jullie wel zien. Bedankt voor het kijken naar deze weekvlog. Ga ik de weekvlog weer afsluiten, bedankt voor het kijken. Vergeet geen duimpje omhoog te doen, dat zou ik heel leuk vinden. En ik zie jullie weer bij de volgende weekvlog.